Je staat helemaal stil, boom. Hallo? Goedemorgen, het is donderdag en ik ben net wakker. En volgens mij is de monteur er al, want Marco is beneden nog met Sarah. En ik hoor hem echt praten met iemand. Maar dan is hij echt 1,5 uur te vroeg. Ik heb heel lief een ontbijtje bed gekregen van Sarah. Nou, het was dus niet de monteur, het was een collega van Marco, zeg maar. We zaten gewoon aan de koffie. Ik dacht al 1,5 uur eerder. Ik ben wel aangekleed. Gedoucht. Ik had een hele droge huid. Hij is sowieso heel slecht. Dus ik heb even een goede crème op mijn gezicht gesmeerd. En ik zit nu even de vlog van gisteren. Rare zin. Ik ben de vlog van gisteren nu aan het aanzetten om te renderen. Dan kan ik die zo uploaden. En als mijn crème dan ingesmeerd is, kan ik me even op gaan maken. Ik heb maar even een heel licht make-upje gedaan. Want echt, er kan mijn huid bij komen. En ik had een nieuw polis. Dus Sarah zit het oude papier helemaal netjes te verscheuren. Echt, betere versnipperaar is er niet. En mijn broodje komt zo en dan gaan we naar een groot speeltuin. Mark, ik hem nu even thuis lunchen. Oh ja, en ik heb mijn nagel al gechipt. Maar ja, deze hand was toch mislukt, dus. Klimmuur, 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 klimmuur. Kijk nou maar wat je doet. Oeh, je stapt bijna mis. Ik heb wel rood. Oké, ik ga nog één keer proberen. Ja. Ik ga hier dan. Hier, kom maar, Mina. Ik zal hier wat erop. Een kat is hier wel aan de Wie het eerste beneden is, werkt altijd. Filmen we jou. Je staat helemaal stil, boom. Hallo? Mama doet het nu ophakken, Sarah. Dat is mijn moeilijkheid, Gerard. Oké, ga jij maar. Kijk eens, gewoon de touwbrug ophakken. Hupsakee. En nou deze. Kijk of ik er überhaupt bij kan. Jij komt er wat makkelijker door. Ja, jij durft het ook. Tuurlijk, maar mama heeft wel een extra moeilijkheidsgraad, hè, dame? Omdat jij groot bent. Nee, niet omdat ik groot ben, Mop. Omdat je gemakkelijk. Ja. Kijk! Ja. Ik weet het niet, maar dit gaan doen. Oh, kijk! Ik sta op mijn hakken. Ja. Hey, doe even hakken! Zo. Dat is mijn nichtje daar. Maar je komt dat is mijn nichtje daar. Hé, hey, ik ben heel trots op mijn meisje. Ook 9 levens, toch? Nu hebben we allebei 9 levens. Ja. Want we spelen. Nee, ik heb nog maar 1 leven. Ja. Ik heb nog maar 1 leven. Hé, hey Sarah, ik ben mega trots op je. Dat ondanks dat je zo bang bent, dat je het toch hebt gedaan. Ja. Hey, heel erg goed. Dat was moeilijk hoor. Oké, 3, 2, 1. Hé, hey, waanzinnig, Mop. Zo. Trots op jou. Ik denk dat hij aan de andere kant is. Ik vind het best wel eng. Ja, maar ik vind het heel goed dat jij je over je angst heen zet. Oh, mag ik even aan de kant gaan? Nee hoor. Dankjewel, meisje. Zo! Hey, high five. Daar wil ik een high five voor.
Goed zo. Ja. Kijk of oom het ook kan. Nee, nee, niet helpen. Laat het maar zelf doen. Ik heb jou er net ook voor. Niet helpen. Niet helpen. Ik wil hem alleen voor je. Ja, dat wil ik niet. Ja, hij moet hem zelf pakken, dat is het leuke. Het is nog best moeilijk. Als je mis zit, afgaat, ben je af. Ja, af! Zit er dan? Zo zit je? 1, 2. Ja, dat is waar, hè? Oh, wat zie je? Oh, even een schulpje zoeken tussen. Nou. Zal ik het dan maar afgaan? Ja. Ja, toch maar wel. En nu is het lekker barbecue time. Deze trouwens, deze en die twee, dat zijn bokworstjes. Gewoon uit een pot. Ja, wat dikker dan knakworsten en die zijn ook echt heel lekker op de barbecue. En vooral voor kindjes is het echt ideaal, want zij vindt ze ook geweldig. Nu maar een keertje tijd om aan het pad te gaan. Oh, dit is zo fijn. En ik heb ondertussen op mijn telefoon gepakt. Ga ik lekker zelf even vlogs kijken en lekker in bad liggen. Het is echt fijn, maar Marco is vaak rond deze tijd nog even weg en dan kan ik niet in bad. Want ik ga Sarah niet alleen laten als ik rustig in bad lig. Dus die zal echt even genieten. Het was echt zo lekker dat ik echt niet weet waarom ik dit niet vaker doe. Oh, even helemaal ontspannen. Ik moet even zachtjes praten, want Sarah die ligt op bed al, moet ik zeggen, ze slaapt niet. Als ze nu hoort praten, dan gaat ze helemaal even nooit niet slapen. Oh, ik ga me even aankleden. Zo, ik ben weer afgedroogd. Ik heb me aangekleed. Ik heb even gewoon snel deze top aangedaan van Villa en deze flared legging van Colorful Rebel. En nu even op de bank gaan chillen. En ik heb echt honger. Dus ik ga echt even zoeken wat ik nu weer ga maken. Nou, ik vind het een goede keuze voor mezelf. Ik ga lekker voor fruit. Oh, en ik ga er denk ik nog even een wilde persie bij doen. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en dan zie ik je morgen. Doei doei!